ik hem, die man, de tweede en derde, hè, heb ik al een stuk gemaakt, hè. Maar die kregen dan die plat. Die jongens. En dan kwam de meester bij mij, zeg Karel. Zet je zo de weg, want dat kon iets af, hè. Ah ja, want die gaan altijd vader en vader. En hoe meer je dat geschief gaat, hoe schiever dat je gaat, natuurlijk. En dan denk ik dat, als we maken paast werk. Ik had vier grieven. Fantastische velen. Fantastische middels. Allemaal van hier, hè. Mijn vader was hier meestergast, hè. Op welk? Op het derde verdieping. Daar zaten wij. Is hier zo gezegd. Hier zo is het. Ongeveer. Ja. Hij is een fotograaf op de bureau getrokken, maar met een groep met een man of 5, 6 of zo. Maar niet meer, nee. Nee. Maar het is dat samen nu, hè? Want ja. Die A-boon die zijn er allemaal uitgehaald. Moet je binnen zijn, meneer? Moet je binnen zijn? Oh. En daar, ik zat meer naar door. Er was bangs bij dat een heel bureau. Hier zat Van de Wielen en hier zat de wij. Ja. En dat was in een groot atelier, waar ze dus met secties kosten babben binnen en alles. Mm. Alle verschepen wisten er bekend gemaakt, hè? Zoveel plek was ja, er, ja, natuurlijk. Maar dat is allemaal afgebroken, hè? Dat is allemaal afgebroken, hè? Dat is, het is wel jammer, omdat ik denk, ja, misschien... Ja, dat ook, maar...